Hey Martijn, fijn dat je tijd voor ons hebt. Jij zit in Las Vegas, hè? Voor Klopt. deze zaterdag UFC Fight Night, omdat een van je vechters daar staat. Hoe is het in Las Vegas? Warm. Ja. In Nederland is het warm, hoorde ik, maar hier is het nog veel warmer. We hebben hier temperaturen van tussen de 42 en 47 graden overdag. S'avonds koelt het lekker af tot een graadje of 37. Maar het is vrij warm hier. En door COVID is er heel veel gesloten, heel veel beperkt, erg rustig hier. Ja. Maar dat mag de pret niet drukken. Wij met z'n allen hebben er veel zin in. We zijn met z'n vieren gekomen, Martin en ik zeg te gek. En twee andere jongens van de sportschool, ja. Vincent Latour en Tony Michielsen. Dus we hebben het hier echt ons naar ons zin. We hebben een leuke sfeer. En we hebben echt zin in zaterdag. Oh, te gek. Is dit de eerste keer voor jou dat je in een coronatijd een wedstrijd hebt in het buitenland? Ja. Ja. Hoe is het? Want het is heel anders, hè, neem ik aan. Ja, het is heel anders. Sowieso ook om naar Amerika te komen. Niemand mag zomaar naar Amerika vliegen natuurlijk. Moesten we een aantal testen doen, veel papierwerk. Uiteindelijk Amerika binnengekomen en dan hier gelijk ook weer een test doen in quarantaine. Daarna moeten we volgens mij iets morgen hebben. Eerst de weging en face-offs en daarna weer een test. Dan weer in quarantaine en dan mogen we morgen naar de wedstrijd toe. En na de wedstrijd ook nog in quarantaine blijven, omdat dan weer andere vechters binnenkomen. En dan naar het vliegveld weer. Hey, Martin gaat voor je gaat vechten. Voor het eerst in volgens mij 2 jaar, toch? Ja, klopt. Hoe kan het dat hij 2 jaar niet gevochten heeft? Hij heeft een aantal hele vervelende blessures gehad. De laatste wedstrijd liep hij tegen een stoot op, viel hij neer. Toen kreeg hij nog 2 stoten eroverheen. Wat resulteerde in 4 fracturen in zijn gezicht. Dus 4 vervelende breuken heeft hij moeten van herstellen. Toen was hij aardig hersteld. Toen was hij met Gökhan Saki aan het sparren. En toen Martin rechtsvoor stond, wilde hij een linker stoot geven. En dan zette af met zijn achterste been. Bam, scheurde zijn Achillespees af. Oh. Nou, dat is helemaal een vervelende blessure. Dat duurde zeker 9 maanden voordat hij daarvan hersteld was. Nou, dan moet je weer echt beginnen te trainen richting wedstrijdniveau. UFC-niveau, hè, dat is nog eens een keer anders. Ja. En toen kwam COVID. Ja, en dan loopt alles ook nog eens een keertje wat uit. Maar uiteindelijk zijn we alweer inderdaad bijna 2 jaar verder. Maar hij heeft er zin in. Hij is altijd blijven trainen. Dus dat scheelt wel. Hoe is het nu met hem? Ja, het gaat hartstikke goed. En hij heeft 2 hele zware tegenstanders gehad. In zijn eerste 2 UFC-partijen heeft hij verloren. En dat heeft hij in mijn ogen niet zozeer verloren omdat die andere tegenstanders nou zoveel beter waren, maar meer omdat hij tegen zichzelf aan het vechten was. Die andere tegenstanders waren sowieso heel erg goed. Maar hij had heel veel druk op een of andere manier. De eerste keer al, omdat hij in de UFC kwam. En dan de tweede keer, omdat hij de eerste keer verloren had. En dan legde steeds meer druk op zich. En dat heeft hem eigenlijk een beetje parten gespeeld. Nu, alle druk is eraf. Hij zegt ook, ja, wat gebeurt er gebeurt. Ik heb gewoon kaart getraind. Hij heeft er alles voor gedaan. We gaan het gewoon zien. Hij zegt, ik ga gewoon fun hebben, zegt hij. Ik denk dat hij veel slimmer gaat vechten. Veel relaxter, veel soepeler. En op de juiste momenten gaat exploderen. En die krachten gaat, zijn kracht gaat gebruiken. Zowel zijn innerlijke als fysieke kracht. Hoe heb jij de afgelopen tijd naar UFC gekeken? Ik bedoel, je gaat er zaterdag voor het eerst staan zonder publiek. Je bent te horen, je hoort alles. Hoe heb jij er naar gekeken? Ja, het was in het begin wel heel erg wennen natuurlijk. Hè? Het lijkt bijna veredelde sparpartijen in de sportschool. Ja, het blijft een beetje die experience. Ja, dat valt een beetje weg. Aan de andere kant, het begint nou ook wel weer te wennen, moet ik eerlijk zeggen. En je hoort ook mensen om je heen in het begin van, ja, wat is dit nou, helemaal geen publiek erbij en raar en het is allemaal niks. Maar toch blijft iedereen kijken en het lijkt wel alsof we in de afgelopen periode zijn getrakteerd op zoveel mooie partijen en zoveel mooie wedstrijden en evenementen. Dat het lijkt wel wat jij straks al zei. Van misschien geeft het heel veel vechters wel een soort van relaxheid. Een beetje een soort van gevoel dat ze in de gym staan. En daardoor beter kunnen presteren. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat ik de laatste periode heb ik echt wel genoten van de UFC gevechten. En dat iedereen je kan horen, ja, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ik heb toch wel een harde stem. En ze horen me sowieso wel, of er nou 20.000 man staan of niemand. Maar mij horen ze vaak wel er doorheen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.